010 Cinema. Dat is een nieuw initiatief van Wenneke Cinema in samenwerking met Edmond Steens. Het gaat over mensen die zelf filmpjes maken. Die kunnen filmpjes insturen. Wij vertonen die op tijdens zo'n avond. Een soort open podium voor filmmakers is het dus eigenlijk. En er worden nog allerlei dingen omheen georganiseerd. Dat is een nieuw initiatief. Wie mogen er allemaal meedoen aan 010 Cinema? Nou, in principe iedereen die een link heeft met de 010-regio. Dus dat kan zijn als regisseur, maar ook als acteur of cameraman. Zolang je maar een link hebt met de regio 010 en filmmaker bent, dus dan mag je het. Dus professionele filmmakers en ook studenten AV, die mogen filmpjes insturen? Juist. Ja, dat is inderdaad een doelgroep. Maar ook gewoon mensen die dat thuis doen. Laat ze het insturen. En wie weet komen er hele verrassende dingen uit. En wij zullen wel kijken hoe de kwaliteit is en of het vertoonbaar is. Wat is het doel van 010 Cinema? Talent ontdekken? Het is talent ontdekken. Het is ook, Wenneke Cinema is natuurlijk eigenlijk erg passief in de zin van je kijkt film en verder doe je niks. En dit is het idee om ook wat meer interactief bezig te zijn. En om daardoor ook een andere doelgroep mogelijk aan te spreken en te bereiken. Actief bezig in de zin van mensen die films maken, maar ook het publiek krijgt een rol, hè? Het publiek krijgt ook een rol. Die kunnen namelijk na het einde van de avond kunnen ze de beste film kiezen die ze die avond gezien hebben. Dus geen vakjury, maar de leken filmkijkers die mogen bepalen wie de beste film heeft gemaakt. Ja, of het allemaal leken zijn, dat weet ik niet. Het is natuurlijk ook mensen die een film hebben ingestuurd, die het publiek meenemen. En het is ook een beetje een netwerk gebeuren voor filmmakers. Want naderhand is er gewoon ook een netwerkborrel. En en die gaan dus uiteindelijk bepalen wie dan de selectie wordt van de avond. Kun je ook een prijs winnen als je als beste film uit de bus komt? Nou, het is vooral in de naam. Je krijgt natuurlijk wel een mooi het predicaat selectie van 010 Cinema mee. En het ligt er een beetje aan hoe groot dit festival gaat worden. Of het een pretentieuze prijs is gebleken. Tot 15 mei insturen en dan op 20 mei worden ze hier op het grote witte doek vertoond. Wat gebeurt er allemaal op die avond van 20 mei? Nou, er zijn verschillende gasten die langskomen. Die gaan ook een film vertonen eventueel. En die gaan wat vertellen erover. Wij krijgen een soort mini-college van twee filmkenners. En dat zijn Erik Goossens en Harm Smit. Die gaan ook de boel presenteren die avond. En dat zijn een beetje de filmkenners uit de regio. Dus dat wordt ook een interessant item op die avond. Dus het is niet alleen een kwestie van de eer om als beste film uit de bus te komen op zo'n avond, maar ook een manier om te netwerken en gezien te worden door de mensen uit de regio die iets van film afweten. Ja, absoluut. Het zijn meerdere dingen die het gaan doen allemaal. Het is echt een leerzame avond, maar ook een interactieve avond en een mogelijkheid inderdaad om je film op een groot scherm te krijgen.